Ik ben Sigrid Winkel, programmamanager bij de Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam. Ik ben Ayk van Emeren. Ik werk mee aan FutureGov in Amsterdam en werk daarnaast voor de Vereniging voor Overheidsmanagement. Wij zijn bezig met FutureGov en nemen jullie graag mee achter de schermen. Door van scratch af aan te ontwerpen, stellen we de huidige status quo ter discussie. Om een voorbeeld te noemen, de taxi. Gedurende de tijd dat de inkt van het nieuwe taxiwet nog lag te drogen, werd de Uber groot. Een ander voorbeeld, we besteden 30 miljoen euro aan stembusjes voor een referendum, terwijl we geen 5 miljoen bij elkaar kunnen krijgen voor een online digitaal stemsysteem. Met FutureGov stellen we deze vragen, waarbij we kijken en onze vraag stellen, sluiten we nog wel voldoende aan bij de behoeften van de Amsterdammer? In dit inzicht nemen we je mee in 1. Wat is FutureGov nou eigenlijk? 2. Hoe brengen we dat in de praktijk? En 3. Hoe kan jij meedoen? We denken altijd in toekomstvisies en vooruitkijken. Dat is een van de dingen waar we met FutureGov mee bezig zijn. We kijken 1990, 2000 en verder. Wat we doen is afkijken van trendwatchers, mensen die vooral ver vooruitkijken wat er op de overheid afkomt. Wat wij aan het doen zijn is kijken wat betekent dat nou? Wat moeten we doen? Hoe kunnen we van die frontrunners een verhaal maken over hoe wij als overheid kunnen omgaan met wat er op ons afkomt? Herontwerpen van de overheid klinkt makkelijk, is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn vooral bezig met wat voor instrumenten, wat voor formules kan je bedenken om daarmee aan de slag te gaan. Een van de dingen daarvan is wat als vragen stellen, dingen ter discussie stellen, overwegen. Wat als internet eerder was uitgevonden, of wat als justitie mee zou gaan met zijn tijd. Of gewoon dingen om je heen, pasfoto's, wie heeft ze straks nog nodig voor een identiteit, voor een rijbewijs. Dat zijn de dingen waar we mee bezig zijn. En daar hebben we een plannetje bij bedacht, een modelletje bedacht, hoe we dat gaan doen. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Het modelletje moet ons helpen bij vragen als, wat als de stad realtime weet wat er in de stad gebeurt? Wat als robots helpen tegen eenzaamheid? Of wat als goed leven uitgangspunt zou zijn bij ons armoedebeleid? Vertrekpunt is rethink. Opnieuw nadenken over taken. Opnieuw nadenken over information and authority. En opnieuw nadenken over the way of work. Dat doen we rondom elk thema wat relevant is in onze stad. We beginnen met armoede, zorg, dienstverlening. En bij elk vraagstuk kijken we, naast dat we herdenken op allerlei elementen, kijken we vooral naar wat is onze werkwijze, wat kunnen wij doen. Het gaat over ask, think, act en learn. Vragen blijven stellen over, doen we wel de juiste dingen? Think, nadenken over wat als dingen gebeuren, wat voor impact heeft het? Wat als wij niet meer de autoriteit zijn op bepaalde thema's? Act, zorgen dat we ook daadwerkelijk innovatie vormgeven. Bijvoorbeeld met een innovatief armoedeprogramma, straks daarover meer. En learn, we zijn ook vooral bezig met hoe worden we beter in wat we doen als we werken aan een FutureGov. Wat gaan we dan doen? We zijn bezig met nieuwe experimenten voor de komende opgave. We zijn bezig met de lessen uit die opgave, de lessen uit die experimenten vertalen we breder door naar onze organisatie. En we zijn bezig met de transformatie voor de komende jaren. Kunnen we een framework, kunnen we design principles, guiding principles, kunnen we een complete set aan nieuwe ervaringen, nieuwe lessen bedenken om te zorgen dat we op een gestructureerde manier aan de slag kunnen gaan met nieuwe opgaven. Op een gestructureerde manier kunnen nadenken over een heel ontwerp. Wat betekent dat concreet? Dat betekent bijvoorbeeld dat we nadenken over permanent beta. Is dat een guiding principle, de manier waarop je naar dingen kijkt? Zijn dingen nooit af? Kan je daarmee aan de slag? We kijken terug naar een innovatiekerkhof. Welke dingen zijn ooit mislukt en wat voor lessen kunnen we eruit halen? Een hele verzameling, heel concreet, wil ik jullie meenemen naar een van de casussen waar we mee aan de slag gaan. Een van de FutureGov casussen is armoede. Voordat ik jullie meer daarover ga vertellen, even wat feiten en cijfers op een rij. 20-25% van de mensen in Amsterdam leven in armoede. Dit zijn wel 130.000 huishoudens. De gemeente Amsterdam stelt 90 miljoen euro per jaar beschikbaar om armoede tegen te gaan in Amsterdam. Daarvan weten we 60% van de mensen mee te bereiken. Maar wat doen we voor de overige 40%? En is wat we doen wel effectief genoeg? Aan ons is de vraag gesteld om met een kritische blik en een vernieuwende blik hier naar te kijken. Ik neem jullie even mee in welke 3 vragen wij onszelf hebben gesteld. Dat is 1. Wat als we de Amsterdammer continu centraal stellen? Dit hebben we gedaan door naar de Amsterdammer toe te gaan. 6 weken lang hebben we interviews afgenomen om inzicht te krijgen in hun leefwereld, in hun behoeftes. En wat zijn nou live events waarop ze de overheid tegenkomen wat niet altijd positief uitpakt? 2. Wat als we nieuwe perspectieven loslaten op een eeuwenoud probleem? Nou, dit hebben we gedaan door 3 dagen lang mensen uit het bedrijfsleven, start-ups en ambtenaren in een zaal te zetten en met hen de vraag te stellen, stel nou dat het 2020 plus is, welke sociale en technologische innovaties zien we nou die een antwoord kunnen zijn op de armoedeproblematiek? Hieruit zijn 3 concepten gekomen, daarover later meer. En de 3e vraag,
Wat als we in ons proces continu feedback vragen van de Amsterdammer? Dus nadat we het concept ontwikkeld hadden, zijn we direct met het concept naar de Amsterdammer gegaan om feedback op te halen. En samen met partners en de Amsterdammer het concept verder te brengen, zodat het maximaal op hun behoeften kan gaan aansluiten. Uit het proces van het stellen van deze drie vragen zijn drie concepten geboren. Eén is I am connected, dus toegang tot het internet en digitaal vaardig zijn voor alle minima, opdat zij ook sociaal mee kunnen doen in de samenleving. Tommy, een financieel beheer-app om hen te ontzorgen en daarmee ook financiële zelfredzaamheid te stimuleren. En Sparenloont, een laagdrempelig spaarsysteem voor minima om een buffer op te kunnen bouwen voor de rainy days. Wat ik jullie als laatste nog even mee wil geven zijn de drie belangrijkste lessen uit dit proces. Dat is 1. Het werken in co-creatie en samen met mensen uit het bedrijfsleven deze concepten ontwikkelen levert enorm veel energie op en nieuwe perspectieven op een vraagstuk. 2. Het werken met aannames en die ook toetsen bij de gebruiker is enorm waardevol om je concept door te ontwikkelen. En tot slot is wel gebleken dat het part-time innoveren best wel ingewikkeld is. Dus geef mensen de ruimte om deze nieuwe manier van werken zich eigen te maken en zich daarin door te kunnen ontwikkelen. Hebben jullie meegenomen door onze inzichten, door dit inzicht, door dit verhaal? En we zijn bezig met nieuwe inzichten op te doen rondom FutureGov. Er zijn veel meer experimenten mogelijk, veel meer gedachtenontwikkelingen mogelijk dan waar wij nu mee bezig zijn. Dat willen we graag samen doen. Dan sluit je aan bij de FutureGov-beweging. Want er is echt nog een wereld te winnen als het gaat over het vernieuwen van de overheid.